Welkom bij een gloedje nieuwe aflevering van de Rock Your World podcast. Vandaag met Charlie Live, wil ik zeggen, maar dat is niet. Vandaag met Charlie Huff, al veelvuldige gast op de Rock Your World Insta-feed op Instagram TV. En Charlie en ik raken eigenlijk nooit uitgepraat over onze favoriete onderwerpen. Alles met Chinese geneeskunde, Ayurveda. Maar vandaag gaan we het vooral hebben over acupunctuur en bindweefsel. En hoe die twee nou samengaan. En hoe. Ik ben ook heel benieuwd, want dat vind ik zo ontzettend leuk aan Charlie. Charlie is haar bedrijf. Ze beschreef verschillende bedrijven ook gestart vanuit haar opleiding, vanuit haar interesse in de Chinese geneeskunde. En ik hoop dat ze daar meer over kan vertellen. Hi. Hey. Hey Han, ik vind het echt een ontzettend compliment dat ik uitgenodigd ben. En ook vooral omdat je altijd zoveel goede vragen weet, kennis en kennis weet los te maken. En dat vind ik echt altijd heel erg leuk. Dus ik kijk ook weer enorm uit naar deze podcast. En omdat we normaal via Instagram doen. Maar dit is natuurlijk iets wat veel langer is, wat je kan luisteren. En kijken waar we op uit gaan komen. We beginnen altijd bij A en we eindigen bij B. Ja, dus ik ben ja. wel heel erg benieuwd wat we gaan vertellen eigenlijk vandaag en waar we gaan beginnen. Ja, laten we eerst beginnen. Ik ben gisteren geweest bij jou voor een acupunctuurbehandeling. Dus dat is ook eigenlijk wel heel mooi. En ik ben bij jou geweest naar aanleiding van dat ik corona had gehad. En iets voelde van, oké, dit heeft iets in mijn lijf wat er waarschijnlijk al zat. Misschien verder aangezet of er is iets. En daar heb ik nu hulp bij nodig. En toen had ik jou aan de lijn. En toen dacht ik, oh ja, ik wil gewoon bij jou een sessie boeken. En ik had het gisteren ook op mijn Instagram gezet. En ik kreeg er zoveel reacties op. En jij vertelde ook toen ik gisteren bij jou was, dat jij het drukker hebt dan ooit. Dat heel veel vrouwen na corona of gewoon nu bij jou een afspraak willen maken. Dus wat ik van jou wil weten, concreet, is waarom denk je, wat is er aan de hand? Dat eigenlijk. Nou, ik denk door middel van één, onder andere iets wat jij doet, en dat is de journaling. De vrouwen krijgen steeds meer en willen steeds meer inzicht in hun eigen lichaam. En die willen minder afhankelijk zijn van de pil, andere medicatie. En willen gewoon kijken, wat vertelt hun lichaam? En wat kunnen ze daarmee? En wat kunnen ze daar zelf aan doen? En dat vind ik heel erg leuk. En die ontdekking wil ik heel graag aan mee helpen. Want het is natuurlijk nooit enkel alleen de acupunctuur die jou volledig zal helen. Laat ik zo zeggen, ik doe de klink van de deur naar beneden. En jij moet de deur open doen en zorgen dat het weer gaat stromen. Dus het is een beetje van beide. En bij sommige processen past acupunctuur heel goed bij. En nou, ik ben helemaal niet, laat ik dat heel duidelijk zeggen, voor tegen corona iets. Ik heb nergens een mening over. Alleen we moeten wel kijken naar waar je lichaam mee bezig is. En op wat voor moment je eventueel corona krijgt. En wat voor moment heeft je lichaam daar genoeg weerstand voor. Of je dan gevaccineerd bent of niet. En als je die vaccinatie hebt gehad, heeft je lichaam genoeg weerstand om dat ook goed op te ruimen. Nou, dat is gewoon iets heel normaals. En dat wordt bij elke vaccinatie of medicatie of iets. En soms zie je dat er al een probleem was in het lichaam. Ik noem even wat, hè. Je hebt natuurlijk heftige auto-immuunziektes, maar het zou ook kunnen zijn dat je al last hebt van menstruatieklachten. Nou, stel je voor, je hebt een uitblijvende cyclus. Er is geen ijsprong of er is geen menstruatie. Of er is heel veel problemen, juist veel pijnen. Dan valt het mij op, en dat is alleen wat me opvalt, spreek ik uit, dat daar meer klachten zijn. Dus misschien is de klacht was er al en die is verergerd. En nou, daar zijn dames die heel erg inspirerend zijn. Bijvoorbeeld zoals jij. We hebben ook Hanna Vreugdenhil gehad. En zij had ook last van haar cyclus na. En ze had er al last van. En toen ging ze vaccinatie nemen, werd het nog erger. Dus weet je wel, het is niet voor of tegen. Maar het zijn heel leuk dat nu inspirerende dames die hun verhaal vertellen, ook hun klacht vertellen en zeggen wat ze daaraan doen. En dat is ook dat ze naar de dokter gaan, want ze gaan ook naar de dokters, gaan ook naar de gynaecoloog, ze worden ook gezien
Alleen ik denk dat dat samen oplossen en samen kijken wat je eraan kan doen en dichter bij je lichaam staan om het zo snel mogelijk op te lossen in een, op een harmonieuze manier en dingen uit te sluiten door middel van bloedtesten. Dat kan voor intoleranties zijn, dat kan voor hormonen zijn en voor alles wat de dokter ook moet weten, is dat gewoon heel erg mooi en daar komt heel veel uit en daar kan je heel veel aan doen. En vaak zie ik dat na de eerste behandeling moet je heel veel rommel opruimen. En dan de tweede behandeling ga je voeden of het is vice versa. En dat opeens zie je gewoon iemand met stralende ogen binnenkomen. En dan, of een appje krijg je, ik heb mijn cyclus weer terug na de tweede behandeling. Dat je denkt, hè, hoe kan dat nou? Door die naaldjes, weet je wel, hoe is dat nou mogelijk? En dat is gewoon waanzinnig. En elke keer verbaas ik me weer hoe simpel het leven eigenlijk is. En hoe simpel je de filosofie haalt en kijkt naar het lichaam, hoe makkelijk het is op te lossen. En dat is ook iets, vrouwen maken zich tegenwoordig ook veel zorgen. Of voelen zich niet veilig, werken hard. Nou, het is toch ook een gekke tijd. En daarin zie je dat ja, mensen gewoon een beetje het zicht kwijtraken op wat er nou is. En dat is, ja, piekeren is nergens goed voor. Dat hoort ook bij een stukje aarde-energie, dat weet jij ook. Ja. Aarde-energie komt over met de mild. Dat zegt niks over het orgaan of de kwaliteit van het orgaan. Maar dat komt er over één of voet bijvoorbeeld onder andere oestrogenen of de eierstoffen. Nou, echt nog 100.000 dingen meer. En je ziet dat daar gewoon, er komt een soort patroon in. Lijkt het. Maar, dat kan ik niet zeker zeggen, maar het valt me wel op. En denk je dat het veel te maken heeft, wat ik heel erg zie, is dat we, en ook bij mezelf, dat we eerst veel verder af zijn gaan staan van onszelf. Ja. Want de nummer één klacht die ik ook hoor op retreats of in readings is, ja, ik kan mijn grenzen niet aangeven. Ik kan niet, ik heb moeite met ontvangen. Eigenlijk zijn de klachten heel universeel. Maar denk je dat dat een algemene shift is in, ja, dat we verder van ons af zijn gaan staan en daarom nu ook weer terug naar onszelf willen, die regie terug willen? Nou, dat valt me dus ook op. Ik doe natuurlijk geen astrologie of andere dingen. Maar het valt me wel op dat het duidelijk is dat het heel erg een tijd is waar vrouwen opeens hun grenzen aangeven op alle mogelijke manieren. En dat ik denk, ja, hoe is dat nou zo ontstaan opeens? Is het omdat eentje dat doet en de ander dat doet? Of dat, weet je wel, dat het opeens mag en dat mensen luisteren. Maar had dit 5 jaar geleden gedaan, denk ik dat iedereen je had weggewuifd, weet je wel. Dus ja, ik vind dat heel bijzonder. Ik vind het een bijzonder vraagstuk. Ik weet het niet. Maar ik ben wel super bijgeloven. En dan denk ik, het moet toch iets in de sterren zijn. Dat vrouwen meer in hun kracht moeten staan om de wereld te kunnen dragen en zichzelf. Want het is natuurlijk superleuk, heel veel werken en we hebben echt heel veel succes gemaakt. Maar geen succes van ons lichaam, maar van ons carrière of van ons gezin of voor de ander. Ik denk dat nu wat meer tijd is dat klachten duidelijker worden. En dat komt ook door de podcast, natuurlijk, door de Instagrams. Dat mensen hun klachten en verhaal delen. En dat mensen denken, hey, daar heb ik eigenlijk ook last van. Oh, er is wat aan te doen. Dan misschien kan ik eens een keer mijn ijzer meten als ik duizelig ben. Of kan ik eens kijken bij de dokter hoe mijn schildklier is. Dus ik raad altijd aan om gewoon naar de huisarts te gaan. En dan naar mij. Maar dat zie je ook bij de bindweefselbarker. En bindweefsel staat net zo goed in verband met het lichaam. De een noemt het de web of the weaver, heb je ook. En in bindweefsel, als we kijken naar osteopaten, mesologen, homeopaat, echt iedereen kijkt naar het bindweefsel. Het is zo'n bijzonder onderdeel van het lichaam. Het zijn zoveel soorten erin. En met de bindweefselbar hebben we natuurlijk over het onderhuids bindweefsel, waar collageen, reticulair vezels, hyaluronzuur in zit. Maar dat hele bindweefsel verbindt het weefsel in je skelet, in je lichaam, op heel veel verschillende niveaus, tussen pezen, spieren, skelet. En dat is gewoon fascinerend. Ik zie het als een soort van
een elektriciteitsbegeleider. En ook met de acupunctuur prik je natuurlijk een naaldje erin. Het doet waanzinnige dingen. Dus ook met de bindweefselbar natuurlijk is het prachtig om mooie contouren te hebben. Geen lijntjes, geen putten. Maar als we zien wat klanten beleven, eigenlijk zijn zo'n bindweefsel. En dat iemand, daar zag ik ook weer iemand die 50 keer terugkomt. Denk ik, wauw. Dan voel je je echt goed ervan. Dan is het gewoon het goede recept voor jouw lichaam. En dan gaat het niet meer over, ik wil een strakke arm. Het gaat erover dat je je lichaam gezond maakt door die afvalstoffen, vocht, alles eruit te halen. En vitaal te maken, zodat zowel binnen en buiten het lichaam één is. En ik denk als je naar die verdieping kijkt, dat het onderhoud van het lichaam niet... Ik bedoel niet cosmetisch, maar ook medisch van zelfherstel steeds groter wordt. Ik wacht er gewoon echt op dat je een app hebt op je telefoon. En dat je gewoon je bloed kan meten en dan kan kijken eventjes. Vandaag moet ik misschien wel meer ijzer eten. Mijn ijzer is laag. Weet je wel, ik denk dat dat echt de toekomst is als dat er nog niet zo is. Wauw. En die bindweefselbar, want ik vind, jij hebt me gisteren laten zien, je hebt een waanzinnige... online cursus gemaakt. Nou, cursus is niet het goede woord. Opleiding. Opleiding, ja. Ja, een opleiding voor schone specialisten. Maar zijn het alleen schone specialisten? Of zou ik bijvoorbeeld, ik voel mijn roeping in, ik wil bindweefselmassages geven. Ik gun je dat wel. Alleen ik vind als schoonheidsspecialiste en als bindweefselmasseur moet je echt een bepaalde kennis hebben, omdat er dus heel veel klachten meespelen. Denk aan hormonen, erfelijkheid. Het is niet zo dat je daardoor per se dat kan zien, maar je moet wel goed doorvragen. Bij de meeste salons, denk ik, en waar ik graag het verschil in maak, wordt er niet gekeken naar wat dat bindweefsel eigenlijk vertelt, wat dat doet, wat je daaraan kan doen, het advies, de beleving. En daar wilde ik heel graag een opleiding voor maken. En veel opleidingen, en die heb ik ook gegeven, zijn in 2 dagen. En ja, dan denk ik, ja, dat gaat niet. Je kan niet in 2 dagen alles vertellen. Dus ik heb het zo gemaakt dat het voor schoonheidsspecialisten, masseurs of cosmetisch artsen of huidtherapeuten zijn. En we zijn ook aangesloten bij het skinregister. Dus je kan zelfs, als je huidtherapeuten bent, 40 punten krijgen voor je opleiding. Dat is echt gek. En ja, je gaat dus die opleiding doen in de eerste maand, is heel veel theorie, we doen heel veel lives, we hebben het over hormonen, we hebben het over het been, het lymfestelsel. Nou, er worden ook veel botox en fillers natuurlijk gedaan, wat je daarvan af moet weten, want ja, het zit ook in het zenuwstelsel en daar zie je ook gewoon heel veel verschil in wat er gebeurt en waar de trend heen gaat. Dus ik wil daar graag de specialisten meenemen over het advies. Dan leer je online de technieken. En dan ga je de praktijk echt doen. Dus wat wij doen is dat we niet verwachten dat jij jouw technieken en jouw behandeling volledig weet of kent. Als je naar de praktijk echt doet, dat je wel die flow weet. Welke techniek je gaat uitvoeren. Zodat ik op de praktijkdag jou je houding kan vertellen. Want heel veel mensen zeggen, oh, het doet toch heel veel pijn in je handen, de bindweefselmassage. Maar dat is niet als je het in de juiste flow doet. Dus daar moet je naar kijken. En dat, ik vind daar zeker uiteraard een praktijkdag voor nodig. Maar ik wil het wegsourcen dat je dus 2 dagen moet zitten op een bank. En dan moet luisteren. En als jij zeg maar nu iets luistert, dan hoor jij 40%. De opleiding kan je een half jaar tot een jaar terugzien. Dus als jij aan het behandelen bent, dan kan jij gewoon weer terugkijken. Dan denk je, oh ja. Hoe zat het nou eigenlijk als iemand in de overgang is met die hormonen en het collageen? Hop, zet je je live aan en dan kan je dat gewoon terugkijken. En dat is gewoon heel erg uniek. Het is nieuw. Dat vraagt ook zijn uitdagingen. Maar wat we gewoon zien naar nu, hoe blij de klanten zijn van de mensen die deel hebben genomen aan de opleiding. Hoe snel een resultaat behaald wordt in drie behandelingen met het juiste advies. Ja, dat is gewoon uniek. En dat leer je niet in 2 dagen. En ik wil daar niet voor staan. Als iemand dan zegt, ja, ik heb een opleiding met Charlie gevolgd en je doet half gebakken werk. Ja, ik voel me dan gewoon echt heel rot. Want ik wil het juiste uitdragen. En uiteraard, iedereen doet het op zijn eigen manier. Want de een doet het met peelings, de bindweefselmassage. De ander doet het met reiki en stenen erbij.
En dat mag juist. En daarom wil ik het delen, omdat ik niet bang ben dat iemand mijn techniek pakt. Maar doe het op jouw manier. Alleen heb de juiste kennis en praktijk en techniek. En dan kan je lekker doen hoe jij het wil doen. Ja, mooi. En want wat is dat bindweefsel? En waarom is het dat het nu de afgelopen 3 jaar, 4 jaar... of ja, wat zie jij, wanneer ben je bindweefselbar begonnen? Ik heb nu 5 jaar de bindweefselbar. Maar ik ben in 2013 mijn eigen salon begonnen. Ik ben begonnen als schoonheidsspecialist. Ben ik ondertussen Chinese geneeskunde 8 jaar gaan studeren. Zowel traditioneel als klassiek, stammen en takken heet dat. En toen ben ik begonnen, maar in die loop van de tijd doe ik al bindweefselmassage. Dus ja, zeg zo'n 10 jaar bijna. 9, 10 jaar. En je hebt het uit jouw opleiding tot Chinese geneeskunde. Daar kwam je tegen. Nee, ik heb het wel geleerd, ook bij andere salons. En ik heb, moet ik heel eerlijk zeggen, heel veel YouTube gekeken. En heel veel verdiept in technieken, opleidingen, cursus gedaan. En uiteindelijk mijn eigen techniek bedacht en bekeken. Met de filosofie van de Chinese geneeskunde. Dus we lopen met sommige grepen bepaalde meridianen af. Of je hebt in de Chinese geneeskunde heet Twina bepaalde grepen daaruit. Dus het is eigenlijk, nou ja, we werken natuurlijk met de Gua Sha en de cups. Nou, die gebruikte ik al sinds 2013. En dat is helemaal niet dat ik een trendsetter ben. Maar ik weet echt nog dat ik aangekeken word met die steen. En dat mensen echt zeiden, dan ben je helemaal de groep bij je hoofd geworden. Wat is dit voor iets? Dat kan je toch ook gewoon met een lepel doen? Nou, dat kan inderdaad. Je kan ook spijken en schrapen met een lepel. Dat is de bedoeling van Gua Sha. Maar ja, dat is gewoon heel anders, wordt dat. En dat vind ik gewoon heel leuk. Om te kijken wat er komt, wat er gaat komen. En het is al echt zo oud als de weg naar Rome. Dus ja, je gegarandeerd succes. Gewoon als je het op de juiste manier toepast. En wat is nou, want dat vind ik het interessant, het zet van alles in beweging. En vanuit Ayurveda is eigenlijk is juist dat we onszelf heel veel vast aan het zetten zijn. Ja. En dat we in onze mind dingen vast aan het zetten zijn, dat manifesteert zich in ons lijf. Ja. Ja, hoe wij dat zien, je hebt chi, als ik het goed uitleg, en mijn visie hoe ik het geleerd heb, en dan hoop ik dat ik het goed vertaal. Je hebt chi en bloed. En de energie stuurt het bloed, maar het bloed maakt ook de energie. Dus net als yin en yang, je hebt het een en het ander, alle twee nodig. En dat is heel belangrijk. En, sorry. En als er stagnatie is, hè, dan zien wij dat als een tekort. Een tekort doet pijn en dat geeft irritatie. En dat kan klachten opleveren. Vaak gaat het om een tekort. En het is ook logischer dat het vaak om een tekort gaat. Dus wat ga je doen? Allereerst is het lichaam voeden. En je kan het gewoon zien dat hapert. Er is niet genoeg. Dus dat, of het nou door je bloed valt, door je spier of weet ik veel wat gaat. Het komt niet vooruit. En dat wil je voeden. En als je bijvoorbeeld in yin meer hebt en minder in yang. Zet je een deurtje tussen de juiste meridianen open. Van yin naar yang. En dan gaat dat over, zeg maar. Dan voedt dat elkaar. En het een voedt het ander weer. En die stagnaties die kunnen pijn geven, hoofdpijn geven, spierpijn geven, vermoeidheid. De meest rare dingen. En ja, sommige dingen zijn familiair of erfelijk. En heb je eerder last van. Nou, dan moet je kijken wat je daar kan doen. Het is niet altijd zo dat als je die meridiaan of iets voedt, dat het hele probleem dan opgelost is. Want het is een uiting van. Dus je moet zeker bespreken met je klanten. Wat gaan we aan doen? Wat kan je doen? Dus ik ben altijd wel van het doorverwijzen. Van ja, misschien kan je dit eens luisteren. Misschien kun je een stukje zelfkennis op doen. En probeer ik een beetje te helpen om de klant zo zichzelf te helen en herstellen. Met de hulp van de acupunctuur en hetgene om zich heen. En ik vind het is gewoon een heel mooi concept en heel simpel. En zo simpel dat het gewoon moeilijk is. Altijd toe moet ik ook even denken. Van, oh ja, hoe zat dat? Maar dit is hoe ik het zie. En ik denk dat daar problemen zijn. En je ziet, ik vind een van de grotere problemen op het moment
Bij vrouwen en ook wel bij mannen is voeding. Er wordt eigenlijk, laat me goed begrijpen, weinig eten is goed. Maar het lijkt wel alsof er een tekort aan nutriënten is. En, of te veel groente gegeten wordt en te veel gebruik wordt gemaakt aan het lichaam. Dus ik denk, ja, als jij dit wil doen met je hoofd en met je lichaam, dan heb je gewoon echt meer voedingsstoffen nodig. Omdat je al een tekort hebt. En mensen denken dan, ook wordt vegan of vegetarisch en dat gaat helpen. Ja, dat helpt zeker wel. Maar we moeten eerst eens kijken wat het lichaam even nodig heeft, echt. In plaats van dat je nog meer tekorten op gaat leggen aan dat lichaam. Soms inderdaad is vlees echt minder goed verteerbaar. Maar er zitten ook bijvoorbeeld in bouillonnen zitten heel veel kracht. En dat zie je ook worden heel veel over de bone broth. En dan denk ik, ja, ook al ben je vegetarisch en dat kan gewoon echt niet prettig proeven of daar heb je weerstand tegen, we moeten wel kijken wat ons lichaam nodig heeft en wat we geven. En soms is dat niet aan te vullen, ja, met een stukje pompoen of zo. Maar dat is heel mijn idee. En iedereen's lichaam is anders, dus je moet echt doen of vanuit bloedgroep eten als het goed is. Maar als het dus niet goed gaat, dan moet je dus kijken naar een andere oplossing. Want anders kom je niet waar je wil zijn. Want op dit moment werkt dat niet. En dan moet je wat toepassen. En daar zie ik soms moeite mee. En dan denk ik, ja waar wil je heen? Weet je wel? En ook met werk. Heel veel vrouwen werken zo ontzettend hard. Including myself. En soms denk ik, wat doen we onszelf aan om maar dat te behalen? Weet je, we maken succes van ons succes, maar niet meer van ons lichaam. Dat is niet meer een prioriteit. Dat begint steeds meer een prioriteit te worden. En het schandalige eigenlijk is het gewoon dat het een luxe is als je een dag thuis mag zijn. Ja, dat is toch gewoon, het is gewoon echt gênant. Het is echt heel erg. En dat we ons daarvoor schamen. Ja, ik ben thuis of ik ben huismoeder of ik heb een baan opgezegd om voor mezelf te zorgen, voor mijn kinderen. Nou, ja, en eigenlijk, wat willen die vrouwen dan horen? Ja, niks. Ik doe niks de hele dag. Is dat wel wat je wil horen? Lekker. Ik doe lekker niks. En ik zorg voor mijn gezin. Ja, iedereen weet, die moeder is tot heel hard werken is. Een hele hoop doen is nog steeds. Maar ja, het is echt, je bent echt verwend om. En dat is wel gek eigenlijk natuurlijk. Want sommige mensen hebben het gewoon echt even nodig. Wat uitstapje voor zichzelf te zorgen. Dus ik, stuur iedereen aan om dat maar te doen. Ja, en dat is ook grappig. Gisteren zei je natuurlijk ook tegen mij, en ik zei het ook vanochtend ook onder de douche, van ja, hoe ik ben steenbok en mijn maan staat in kreeft. En kreeft staat heel erg voor het huiselijke en die vrouwelijke energie. En steenbok staat heel erg voor werken, ambitie en hard werken. En ik ben ook heel erg mezelf de vragen aan het stellen van oké, maar ja, hoeveel dagen per week wil ik eigenlijk werken? Ja. En hoe kan ik dat voor mezelf beter afkaderen? En vanuit welke motivatie doe ik dingen? En ik denk, ik hoorde jou gisteren ook, jij zei dat ook, van ja, dit is het stuk wat ik heel erg leuk vind. En ja, ik denk dat super interessant zijn, dat nu de algemene trend is dat we onszelf ook allerlei vragen aan het stellen zijn. En dat is ook in je kracht staan. Dat is juist in je kracht staan, dat we die vragen stellen van oké, hoe kan ik op een dieper niveau heel mijn lichaam iets geven? Ja, we gaan goed hoor. Het is goed om jezelf te manifesteren. Ik denk dat het heel goed is om ritme te hebben en ergens voor je bed uit te komen is. Ook voor vrouwen, voor mannen. Het is goed om gezond om te werken en een ritme te hebben. Zonder dat, ja, ik trek het niet, want ik wil gewoon iets doen. En ik vind het heel leuk. En sommige mensen hebben daar moeite mee. Of zien niet wat ze leuk vinden. Maar het is zo dat jij zegt, hoeveel dagen per week wil ik werken? Maar als jij klaar bent met werk, houdt jouw werk dan op? Nee. Nee, en dat is het dus. Je bent bereikbaar. Je hebt een e-mail. Je krijgt iets belangrijks. En dat is zeg maar onder me ook van die telefoon en die e-mails. En ik doe het ook zelf. Maar dan denk ik, ik ben klaar met nog werk. Dan gaan we nog even een podcast opnemen. Dan gaan we dit. Alleen allemaal omdat je het leuk vindt. Maar het is wel werk. Snap je wat ik bedoel? Die telefoon gaat wel af. Je bent wel bereikbaar. En dat, zeker. Dat is, het is
aan de ene kant heel veel vrijheid, want je kan kiezen hoe, wanneer en wat. En ik zou echt niet anders willen dan dit, want ik ben hier heel gelukkig mee. Maar het is ook met je appjes van je vrienden, je wil erbij horen, je wil leuke dingen doen. En ik zie dat in de coronatijd, naast dat heel veel mensen heel eenzaam zijn natuurlijk ook, je doet ook een hele hoop mensen heel veel goed. Want er is gewoon veel meer rust. En die rust kan heel confronterend zijn natuurlijk, en ook heel erg eenzaam. Maar ja, je gaat wel terug naar de basis soms. En voor anderen is het juist heel erg dat je alleen maar doorwerkt. Want ja, er is niemand thuis, je kan niks anders doen. En je werkgever verwacht dat je toch helemaal niks te doen hebt in het weekend. Dus waarom kan je niet nog even je mail en je appjes die dag doen? Ja. Maar dat is wel, vind ik, het gevaar met je telefoon en je computer. Ja, dat we altijd maar aanstaan en bereikbaar zijn. Eerlijk zeggen, als ik wakker word, nou, dan knuffel ik met mijn man en mijn dochter en ga ik lekker ontbijten. Maar ja, binnen dat kwartier heb ik al de telefoon gepakt en gekeken wat voor mail er binnen is gekomen. En dan schaam ik me en dan denk ik, jeetje, Mina, het is gewoon een verslaving. Maar even terug naar, want dit heeft ook heel veel met grenzen te maken. En even terug naar het bruggetje van naar bindweefsel. Want dat zie je, ik denk dat jij dat letterlijk ook voelt en ziet bij vrouwen in de massages. Ja, dat voel je dus ook heel erg. En dat is aan de ene kant, als vrouwen dan niet behandeld willen worden omdat ze zo'n pijn hebben, is dat heel jammer. Want dan denk je, ja, er is zoveel te behalen. En vooral bijvoorbeeld rondom het kaakgebied, kaakklemmen, spanning, voorhoofdspanning, aangezicht. Spieren die pijn doen, wat uit in gevoeligheid natuurlijk. Minder je bloed, of dat het grauwer is, de huidproducten minder opgenomen worden, minder zuurstof in het weefsel zit, omdat er minder goed adem gehaald wordt. Ja, het is allemaal een flow, en dat wil niet zeggen dat die bindweefselmassage dat oplost, maar dat bewustzijn en elke week even 5 keer dat losmaken, een half uurtje, hè, tot een uurtje, waar hebben we het over, 1% van je week, misschien nog maar 10%, is zo ontzettend goed. En je mag ook wat anders doen, maar ik zie gewoon dat het vrouwen heel erg opleeft. En je ziet er mooi uit, je ziet er gezond uit en je doet echt wat voor je weefsel in je lichaam. Dus het is niet alleen cosmetisch goed, het is gewoon goed voor je hele lichaam om dat te doen. En dat voel je dus ook. Vrouwen die rondom de buik of rondom het maaggebied. Maag staat natuurlijk ook wel voor zijn, jezelf, het verteren van emoties. Zit gewoon heel erg vast, heel erg klem. De benen aan de zijkant, denk aan de galblaasmiddel die aan die stress en spanning vasthoudt. En als je dat eens losmaakt, en including myself, het doet gewoon echt pijn en het zit helemaal vast. Ook die billen, daar, ja, we hebben denk ik al wat slappe billen, maar is het midden van ons lichaam. En het beweegt de benen en het houdt de rug en het maakt het korset van de buik natuurlijk ook. En op een manier staat het dan weer in verbinding met de schouders. Maar je ziet gewoon dat heel veel vrouwen daar zoveel spanning vasthouden in die billen. En, ja, lekker losmasseren die billen. Het is echt heel gezond om daar doorbloeding te hebben en dat het soepel is. En rondom die heupen zie je heel vaak dat er, nou, zeg maar, dat lage ruggebied nog wel vocht vast zit. En je voelt soms, als je zelf er overheen gaat, echt niet alsof er die bindweefselknikkers in zitten. Dat is niet gezond. En het is ook zeker niet slecht. Maar het is wel heel prettig als het gestimuleerd wordt om te doorbloeden. Omdat als er dus niet genoeg doorbloeding is, je stagnaties krijgt, de klachten. En dat kan op microniveau zijn. Maar misschien draagt het wel bij. Dus waarom zou je het niet doen om je weefsel, als we dus toch zo oud willen worden kennelijk, gezond te houden. Ja, mooi. Ja. Veel van wat je zegt komt op het concept ook neer. Onszelf klem zetten, waardoor de tekorten ontstaan. Niet alleen in bloedcirculatie, maar het is in alles. In voeding. En dat vind ik altijd zo interessant. Ik krijg wel eens berichten van vrouwen van, ja, het lukt me niet om dit vol te houden. Of ik heb, ben in je journal begonnen, maar ja, dan leg ik hem toch weer neer en doe ik het niet. En ik vind het zo interessant dat we zo'n idee hebben van, oh, ik moet dit voor mezelf doen, in plaats van ik wil dit voor mezelf doen, want daarmee. En dat vind ik zo, die alles of niets gedachte ook,
ja, wat is jouw gedachte daarover? Ja, dat is heel moeilijk, want het wordt ook op een gegeven moment een soort neurose, hè? Want dat leg je ook nog eens op jezelf. Ja. Dus ja, probeer eens, wat ook altijd goed is, is een schemaatje te maken. Dat je zeg maar bijvoorbeeld kijkt van, nou, iedere vrijdagavond doe ik om 6:30, als je er tijd voor hebt, doe ik even een uurtje in mijn journal. Dat je gewoon, het 1 keer in de week is al oké. Ja. En misschien krijg je dan al veel meer zin in, als er veel minder weerstand op is, om dat te moeten doen ook nog eens. Of je wilt in 1 keer uitschrijven, of in 1 keer dat succes behalen. En zeggen dat van, je kan niet van een Fiat Panda in 1 dag een Ferrari maken. Dat is gewoon niet haalbaar. Dus neem daar de tijd voor en over die ontdekking. En die ontdekking die komt met de seizoenen, met dingen die gebeuren, dingen die je meemaakt in je leven. En dat is niet als je dat elke dag precies 1 uur doet en moet doen, dat dan de oplossing er is. Het gaat om de weg er naartoe, wat je ontdekt. Ja, en dan laat je misschien 1 week liggen. En dan denk je opeens, hey, ik kijk toch eens in wat ik opgeschreven heb. Dit wilde ik, hier wilde ik aan werken, hier wilde ik aan beginnen. Het is een reminder en een soort logboek van jezelf, van jouw fantasie, wat je wilt en waar je heen zou willen. Dus stel je voor, je voelt je even niet lekker en ook in de eerste pagina's van je journal staat dat natuurlijk heel duidelijk. Waar wil je heen of wat zou je willen voor de jaren? Dat je denkt, oh ja, ik ben hem even kwijt. Dat heb ik ook op die eerste pagina opgeschreven. Oh ja, daar resoneer ik weer mee. Ja. Dat wil ik. En dat is mooi, dat je kijkt van waar ben je in het jaar begonnen. Misschien doet het er helemaal niet meer toe dat je het al lang opgelost hebt. Want hoe vaak hebben we een klacht en is die opgelost en dan denk je er überhaupt niet eens over na meer dat je daar last van had. Ja. Dat is ook bizar. Wat ik ook wel zie met klanten, vraag je heel vaak hoe voelt het? En eigenlijk krijg je dan een antwoord van hoe ze het vinden. Dan denk ik, nee, hoe voelt het? Wat voel je van binnen? Ja, ik zie dat er een naald in zit. Ja, dat zie ik ook. Dat weet ik ook. Maar wat gebeurt er in je lichaam? En dat wordt helemaal niet gevoeld. Dus heel vaak zeg ik, sluit alsjeblieft je ogen. Of ik laat je even met rust. En dat kan natuurlijk ook wel spannend zijn. Maar dat is juist die uitdaging. Dat je heel even denkt, oh wow. Ik adem even. Ik lig even. En ik voel... En dat is ook iets van mezelf, dat ik nog veel dieper met die klant zou willen gaan in de komende jaren, dat ik me zou ontwikkelen. En ook met de winter en zomaar in de acupunctuur. Maar het moment is daar nog niet voor. Dus acupunctuur is al een hele stap. De journaling en het luisteren van een podcast voor jezelf. Zorg is al heel wat. Maar ik geloof dat dat steeds dieper gaat. En steeds een beetje meer. En dat er dus dat ook steeds meer mag zijn. En ook voor kinderen hoop ik. Ja, mijn dochter, die, weet ik, die werd wakker en die zei, adem in en adem uit. En toen dacht ik, oh, nou, wat is dit dan? En toen hield ze haar handen zo, nou, misschien dat bij mij had gezien, of dat ik toen ze fijn had een keer had gezegd. Maar dat ze dat op zichzelf dus reflecteerde. Ik dacht, gewoon, dit is vet, hè? Dat is dat je dat gewoon nu al mag leren. Adem in en uit. Ja, misschien kletsen wij na. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik vond het wel heel mooi als we daar op door zouden kunnen gaan. Dat we naast onszelf ons kinderen dus dit kunnen aanleren. Want wij willen het ook zelf doen. Maar laat dan ook eens zien aan je kind dat het kan. Nou, toevallig. En Louis deed vanochtend precies hetzelfde. Ik was vanochtend een meditatie aan het geven op Insta. En meestal wordt hij pas tussen 7 en 8 wakker. En nu was hij ook vroeg wakker. Dus hij lag bij mij in bed. En toen ging ik live. En toen hoorde ik hem op een gegeven moment zeggen... Adem in, adem uit. Ja. Zeg zo'n 3-jarige mond, adem in, adem uit. En toen kwam hij ook bij mij zitten tijdens meditatie. En ja, ik denk wel echt... Ja, ik denk, dat is inderdaad, onze kinderen, die krijgen daarin wat meer perspectief. Nou, het is een reflectie van onszelf, wat zij doen, hoe zij reageren. Dus het is ook wel eens leuk om je af te vragen. Ik weet niet, misschien heb ik het nog niet gevonden, maar is er niet wat meer yoga met moeders of met vaders of met kind, weet je wel? En dat hoeft niet meteen heel extreem. Nee. Maar
Het zou wel leuk zijn als je dat samen kan doen misschien. Of dat er wat meer tools voor zijn om dat samen te doen. Ik toets dat dan wel eens in op YouTube. Maar je merkt dat als ik bijvoorbeeld sport in de huiskamers, dan zijn ik gewoon echt, hoe zeggen, bijen op honing. Ja, nou, je staat gewoon tussen het. Ja, en je blijft maar aanhangen. Dan denk ik, ja, eigenlijk moet ik dit moment gebruiken om dus. Zal ze het net zo interessant vinden als ik yoga of zo doe of iets anders. Ja. Het werkt toch als een magneetje, zo'n yogamat op de grond. Ja, echt. Bij mij precies hetzelfde. Ja. Ja, dus kunnen wij daar ook iets voor doen voor onze kinderen? Of wat meer helpen. Maar ik weet niet of dat kan. Ik weet niet of dat overdreven is. Maar ik zou dat voor mezelf wel willen, voor mijn dochter. Dat lijkt mij heel leuk. Ja. Ja, ik heb met Fitz ook en het was echt zo behulpzaam, een kinderhaptonomie 8 weken of zo gedaan. Dat hij elke week, toen was hij tussen 4 en 5, elke week zet ik hem ook af bij de yogaschool. En dat is daarna nooit meer gekomen hoor, die cursus. Maar ja, en dan had hij een uurtje waarin hij zich op ontdekkingsreis ging in zichzelf. En dan bijvoorbeeld met oefeningen. Leerde om zichzelf meer af te schermen. Zijn eigen kokonnetje, zijn eigen nestje, maar ook weer eruit. Dat was echt heel leuk. En jij omschrijft dat heel leuk is. Maar als wij daar als ouderen zelf aan denken, oh, wel spannend. Wat kom ik dan allemaal tegen? Oh ja. Hoe ziet dat voor kinderen eruit? Die hebben daar geen weerstand op? Of dat wordt makkelijker aangeleerd? Ja, ik deed het gewoon. Was in de periode ook dat ik, dat ik net uit elkaar was met zijn vader. En dat ik dit tegenkwam. Ik dacht van, oh ja, dat is echt iets voor Fitz. En hij had wel, maar dat was meer omdat hij moeite had met dat hij na school eigenlijk liever wilde spelen. Dus hij wilde elke week een vriendje mee. Dus ik heb ook gewoon, en zij heeft daar nooit een probleem van gemaakt, die lerares. Ik heb elke week ging er iemand anders mee en daar hoefde ik ook niet voor te betalen. Maar elke week is dan een ander vriendje of vriendinnetje meegegaan naar de les. En die vond het ook leuk. Oh, wat leuk zeg. Ja, dat is mooi. En ik denk dat het goed is voor kinderen. Dat het veilig is. Dat je het meeneemt naast alles. En dat dus ook anderen erbij kunnen zijn. Ik vind altijd. Kijk, je moet natuurlijk niet het als een oplossing van zien. Maar het kan wel helpen met. Je kan er gewoon over praten en ook gewoon met anderen. Want kinderen vinden dit dus kennelijk heel leuk. En wij als ouderen denken, oh, ik weet niet of ik dat wel wil. Inderdaad, straks kom ik nog tegen dat ik inderdaad mijn werk af moet zeggen. Weet je wel, of niet meer moet werken of iets niet moet doen. En de kinderen hebben dat natuurlijk helemaal niet. Dat is wel heel schoon en mooi. En dat wij vinden dat spannend. Ja. Hey Charlie, nog even als ter afsluiting. De opleiding die je hebt geschreven voor schone specialisten, masseurs. Wanneer start er een nieuwe? Ja, we beginnen 22 februari beginnen wij weer met de gezichtsopleiding. Bindweefselmassage voor het gezicht. Want dat is echt iets heel anders dan het lichaam. Hebben we net de body bindweefselmassage opgenomen. En we hebben ook een opleiding opgenomen hoe je met cups en het shaping board kan gebruiken. En we hebben ook een opleiding opgenomen hoe je het cups en het shaping board thuis kan doen. Dus hier ga ik de komende maand, 2 maanden hard aan werken. Maar wat wij ook gaan doen is, wat je al hebt trouwens, dat is wat we hebben, is dat we al video's op onze website hebben staan, hoe je de cups en de gua sha steen voor het gezicht kunt gebruiken op de bindweefselbar.nl. Je kan er al een hele hoop zien natuurlijk. Het is niet zo dat het straks alleen in de opleiding is. Maar dat is er al. Dus dat is wel fijn. En we geven natuurlijk ook heel veel Instagram lives en filmpjes hoe je dat dan moet doen. Maar deze opleiding bij de Online Beauty Academy, die begint 22 februari 2022. Oh, wat een mooie datum. Ja, als dus, je mag kiezen. Ja, als je mag kiezen. Dus even voor de luisteraar, ik deel het even op. De Online Beauty Academy. Ja. Daar geef je de opleidingen voor echt professionals. Ja. Onlinebeautyacademy.nl. Ja. En dan heb je de bindweefselbar, waar vrouwen een afspraak kunnen boeken om die bindweefsel te ontvangen. Ja. Bindweefselmassage. En daar heb je ook de tools
de hoe noem je dat, het bord? Shaping board, ja, die heb ik nog nooit gebruikt. Die ziet er heel spannend uit. Ja. De cups. Ja. En de gua sha. Ja, en de gua sha, ja. Het shaping board is eigenlijk een heel groot, hele grote gua sha steen. Voor je lichaam. Zo moet je het gewoon zien. Want het is hetzelfde effect als schapen in je hals. Ja, en voor de acupunctuur natuurlijk. En voor de duidelijkheid, dat is op charliehuff.com. En Charlie schrijf je met L-E-Y. En mijn achternaam Huff, Hendrik Utrecht Wengeland. Dus Huff met 1 F. Alleen daar staat nog niet zo heel veel over fertiliteit en klachten en corona en dingen op. Maar dan moet je gewoon een afspraak plannen, intake plus behandeling. Ja, ik heb niet echt informatie erover op. Dit is een beetje achtergebleven, maar ja, omdat het eigenlijk zo vanzelf ging en zo druk was, dat komt wel. Maar dit jaar, einde van het jaar, heb ik beloofd dat dat goed gaat komen. Oké. Ja, en anders stuur ze je een DM op de bindweefselbar. Maar volgens mij als iemand wil, als iemand dit heeft geluisterd en denkt van, oh ja, ik wil het, dan weten ze je echt wel, komen ze je te vinden. En ik zal de links natuurlijk ook hieronder zetten. En is er nog verschil tussen de rozenkwarts en de amethyst in gua sha? Ja, ik zat het net weer over te lezen eigenlijk. Ja, er is zeker wel verschil. Als je erin gelooft natuurlijk, zeg ik er eventjes bij. Als disclaimer. De rozenkwarts is meer kalmerend. Het is zachter als je meer roodheid hebt, gevoelige vaatjes. En de amethyst, die is meer van als je hoofdpijn hebt, spanning, wat meer stress. Al dacht ik, je kan natuurlijk ook andersom bedenken. En dan kan je de rozenkwarts juist pakken, omdat je ook meer kalmeert. Maar ja, ik zeg altijd, pak een steen vast. Of kijk even welke je aanspreekt. Ze zijn alle twee even mooi. En kies gewoon wat je mooi vindt. En kijk met de beschrijving of dat bij je past. En nog wel even goed om te zeggen, omdat er natuurlijk zoveel ook in het nieuws is geweest. Want de gua sha stenen die jij verkoopt, is in niks in vergelijking met die de H&M verkoopt. Nee, nou dat vind ik echt heel leuk dat je het zegt. Want we kregen hiervoor heel veel vragen. Waarom is jouw gua sha steen zo duur? Ja. Nou, en mijn steen is €49, omdat ik besloten heb toen ik een gua sha steen maakte en ik zo dol ben op edelstenen, net als jouw geuren, waarin natuurlijk die kracht ook in zit, dat ik een echte edelsteen wilde maken en niet een lichtgewicht geperst steentje waarmee je gewicht kan schapen. Want dan kan je het net zo goed met de dop van de jampot doen, zeg maar. Want dan werkt hetzelfde bij gua sha. En ik ben dol op die edelstenen, op dat licht wat erin schijnt, hoe het eruit ziet. Dus onze stenen wegen tussen de 40 en 60 gram. Nou, dat is best wel zwaar. En daarom zijn ze ook iets duurder. En je krijgt een beschermend etui erbij. En we maken filmpjes. En we hebben video's op de website. En om het allemaal te maken en te bekostigen, wil ik die prijs vragen. Zodat we dit ook allemaal kunnen leveren. En in het vervolg ook nog mooier kunnen maken voor iedereen. Dus ja, die steen, ja, ik heb ze overal door het huis liggen. Ik vind het echt prachtig. En als ik hoofdpijn heb of iets is, dan leg ik gewoon die steen op me. Dan denk ik, oh kijk eens, hier dient die ook voor. Ja, je weet, ik heb niet voor niks een boek over kristallen geschreven. Nee, het is echt prachtig. Ja, en vind ik ook heel leuk in je salon. Ja. Of van die stenen, ja. Nou, niet alleen in de zaal. Ook in huis. Overal. Ja, ook in huis. Ze zitten overal weg. Als kind, mijn moeder zei altijd, ik word gek van al die stenen in jouw zakken, overal. Overal vond ik stenen, nam ik mee, schelpjes, echt. Ik weet nog wat, ja, toen ik uit huis ging, of toen ik ouder werd, dat ik altijd allemaal moest opruimen, al die rituelen en dingen die je voor jezelf bedenkt als kind. Het is misschien wel leuk om is dingen in het bos te zoeken met je dochter of zoon. Die kan bewaren en een mooi plekje kan geven. Als het een steentje uit het grind, het maakt niet uit. Dus dat is allemaal mooi en je kan het allemaal bewaren. En je kan het beschilderen leuk. Dus ja, en hoop op de natuur wat je daarmee nog kan doen. Ja, dankjewel. Ik zal alle links hieronder zetten. Ook de link naar de journal waar Charlie het ook over heeft. De journal heb ik geschreven. Er staat ook veel over yin en yang ook in. Over hoe je leeft met de seizoenen. En daarnaast is er een stuk journal. Kun je er echt dingen inschrijven. Dus het is echt en informatie en journal space.
En ik zal de link hieronder zetten. En als je inschrijft voor de nieuwsbrief, krijg je direct korting. Charlie, is dat bij jou ook nog, als je inschrijft voor de nieuwsbrief? Nee, dat kan ik wel moet ik instellen. Ja. Goeie tip, dankjewel. Goeie business tip. Ja. Oké, lieve luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. En tot de volgende. Dankjewel, Hanneke. Graag gedaan.